MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, een nieuw seizoen en nieuwe spelers. En één daarvan is Gavin Vleiter, die op amateurbasis dit seizoen aansluit bij de selectie van MVV. Vandaag gaan wij met hem kennis maken. Hey Gavin, nieuw bij MVV. Ja. Je bent op amateurbasis ben je aangesloten. Ja. Vertel, hoe ben je in contact met de club gekomen? Het is eigenlijk via, maar de trainer heeft contact met me opgenomen. Hij zei dat hij mij graag erbij wil hebben als ik mee wil trainen. Mm-hmm. En ja, dat vond ik een mooie kans om weer op gang te komen, om me weer te bewijzen. Dus het is via de trainer ben ik zo bij MVV gekomen. Ja. Ja, je hebt veel blessure leed achter de rug, hè? Ja. Bij Fortuna. Vertel daar eens wat over. Ja, ik heb dit is mijn tweede. Ik heb twee keer de kruisband blessure opgelopen. De eerste keer was een training. En de tweede keer was in een wedstrijd. Maar jij hebt in ieder geval wel wat eredivisiewedstrijden meegepikt volgens seizoen, toch? Hè? Ja, drie. Ja. Ik had er al meer gehoopt, maar ja, ik ben nog jong en ik hoop dat dit in de toekomst nog meer wedstrijden worden. Ja. Waren dat wel mooie wedstrijden? Ja, één hele mooie. Ja? In de basis tegen PSV. Kijk, okay. Ik had de 1-0 moeten maken, maar ik denk dat het. Ik moest even snel denken welke hoek, maar ja, uiteindelijk pakte de keeper hem. Mm-hmm. Ja, dat was echt een mooie ervaring om mee te maken. Ook volle stadion. Mm-hmm. In de toekomst hopelijk dat ik dat nog vaker mee kan maken. Ja. Heb je wel het gevoel dat je nu 100% fit bent? Ja, ik voel me redelijk goed. Natuurlijk, je komt van een hele lange blessure en natuurlijk ga je wat pijntjes en hier en daar wat spierklachten hebben, maar voor de rest voel ik me gewoon echt 100%. Hoe kijk je naar je rol in het elftal aan zich? Voel je je goed binnen de groep? Ja, ik kan het met iedereen goed vinden. Leuke groep ook. Dus Hoe mijn potentie ook? Hoe ver denk je dat dit MVV kan komen dit seizoen? Ik denk heel ver. Ik denk heel veel met spelers met onze kwaliteit allemaal daar. Ik denk dat we het ver kunnen schoppen dit seizoen. Je zegt ver schoppen, maar dan willen supporters die niet thuis zitten kijken natuurlijk allemaal horen van top 5 of top 7. Wat denk je aan? Zal ik kan inschatten? Ik hoop de top 5. Ik zeg altijd top 5. Ja. Ook gewoon heel voorzichtig top 5. Ja. Hopelijk kunnen we het halen, play-offs. Of ja, misschien gewoon directe promotie. Dus ja, ik hoop het echt. Ik heb nog even over jou persoonlijk. Je bent geboren in Suriname. Ja. En wanneer ben je naar Nederland gekomen? Om 9e of 10e ben ik naar Nederland gekomen. Mm-hmm. Dan heb ik een paar maanden in Amsterdam gewoond. Toen zijn we bij mijn moeder komen wonen in Venlo. En daar woon je nu nog steeds? Ja. Dus elke dag op en neer naar Maastricht? Ja, elke dag op en neer naar Maastricht komen, ja. Dus jij krijgt overal eredivisie mee. Je bent met Fortuna gepromoveerd. Ja. In Venlo voetballen ze ook eredivisie. Ja. Jij moet de link naar de eredivisie zijn voor MVV. Dat ja, misschien ben ik wel de link naar de eredivisie. Dus hopelijk zou mooi zijn voor MVV, voor de fans. Voor de hele club denk ik wel dat het mooi zal zijn. Ja, juist omdat jij dat al mee hebt gemaakt. Ja. Je hebt de kampioensfeest en je hebt die eredivisie meegemaakt. Ja, klopt. Ja, daarom is wat moois. Is wat moois als je dat mag meemaken. Ja, smaakt nog meer natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Nou, goed. Daar gaan we voor in ieder geval. Zeker. Kevin, succes dit seizoen. Op veel goals en veel assists. Ja, hè? Ja, zeker. En veel punten natuurlijk. Ja. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. Wij zijn de volgende week dinsdag weer om 7 uur. Tot dan! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.